Ja, we beginnen niet scherp genoeg aan de match. We krijgen meteen 1-0 binnen. En tegen deze tegenstander, dat zijn ploegen die daarop op willen focussen om zo snel mogelijk te scoren en dan de boel toe te houden en op die counter te spelen. En dat is exact wat ze vandaag gedaan hebben. En ja, we kregen geen grip op hun met de tweede ballen. Die waren niet voor ons. En dan de eerste helft kregen we daar geen grip op en dat was een beetje het probleem. Ten eerste ben je blij dat je op het veld staat en ten tweede staan we achter. Dus we moeten misschien iets meer risico's pakken en proberen te goal te maken. En dat hebben we ook geprobeerd te doen, alleen viel het vandaag niet voor ons. En krijgen we de deksel op de neus met die 3-0. Hoort erbij en op naar volgende week. Ja, je voelde sowieso dat 50-50 ballen voor hun waren. En dat zijn zo van die dingen dat je in een wedstrijd voelt. Als die dingen voor de tegenstander is, dan wordt het meestal een moeilijke avond. En als je dan ook nog twee golen direct tegenkrijgt en dan die derde ook nog, dan weet je dat het over is. Al moet je altijd blijven proberen en blijven vooruitgaan. Toen de 3-0 viel, wisten we het wel. Ja. Ik denk dat we gewoon eerlijk en rechtuit naar elkaar moeten zijn, onderling, wat er beter moet. Maar wel positief blijven en nu de match misschien 2 dagen goed analyseren. En dan vanaf volgende week gewoon de koppen bij elkaar steken en op naar Zulte-Waregem. En er is nog niks verloren, dus we moeten gewoon positief blijven en volle gas in Zulte-Waregem voor 3 punten.